Deze mannen zijn helemaal geen klanten van het bedrijf. Dit is ordinair jatten. Zoveel mogelijk staanders en hekken verdwijnen in het vrachtwagentje. En dan op zondagavond, nee toch, weer dat witte vrachtwagentje. Dit opslagterrein aan de Asjeskampweg in Hardenberg is afgesloten met een hek. En toch loopt deze man hier 's nachts rond. Het is zondag 21 april, net na middernacht. Deze man is niet alleen, want hier komen zijn partners in crime. Met een klein wit vrachtwagentje van Ford. Het afgesloten hek hebben ze opengebroken. Hier links in beeld staan pallets die vol liggen met zogenoemde dakrandbeveiliging. De meeste mensen die zonnepanelen op hun dak hebben, herkennen ze wel. De stellages die worden gebruikt om veilig te kunnen werken op het dak. Hier in Hardenberg ligt een grote partij klaar voor verzending. Maar deze mannen zijn helemaal geen klanten van het bedrijf. Dit is ordinair jatten. Zoveel mogelijk staanders en hekken verdwijnen in het vrachtwagentje. En ongeveer een kwartier na hun aankomst rijden ze weg. Dan is ook goed te zien dat ze het kenteken hebben afgeplakt. Ongeveer 6 uur later. Weer rijdt dat witte vrachtwagentje het terrein op. Ook de kentekenplaat aan de voorkant is afgeplakt. Het aantal stellingen links in beeld is al flink geslonken na hun actie eerder deze nacht. Maar ze kunnen blijkbaar nog meer gebruiken. Twee van deze mannen hebben we kort na middernacht ook al gezien. De man met de snor, die zien we nu voor het eerst. En ook nu geldt weer zoveel mogelijk inladen en binnen een kwartier wegwezen. De schade voor deze ondernemer gaat nu al richting de 100.000 euro. En dan op zondagavond, nee toch, weer dat witte vrachtwagentje. Ze hebben het kenteken nu wat knulliger afgeplakt. En daardoor zien we onder hun knip- en plakwerk een gele kentekenplaat. Het zijn weer 3 mannen. En de man met de snor draagt nu een blauwe pet met de tekst Frans erop. Let even op de stapel stellingen links in beeld. Dit ligt er nog als ze vertrekken. Het schadebedrag voor dit bedrijf, maar liefst 155.000 euro. De mannen op het terrein doen ook niet echt veel moeite om onherkenbaar te blijven. Nee, of ze hebben die camera's niet gezien, of ze wanen zich onaantastbaar. We hopen in ieder geval dat er iemand is die ons kan helpen om erachter te komen wie deze mannen zijn. Bij die eerste inbraak loopt deze man als eerste het terrein op. Ja, je vraagt je misschien af, waarom is de voor- en achterkant van de jas geblurd? Nou, daar staat een logo op van een bedrijf. En daar hebben we al onderzoek naar gedaan, maar dat levert geen herkenning op. Dus om het bedrijf geen slechte naam te bezorgen, hebben we dat logo onleesbaar gemaakt. Kijk even goed naar het gezicht en de schoenen van deze man. Hopelijk levert dat een herkenning op. Het lijkt erop dat de man al wat ouder is. Ook draagt hij een bril. We noemen hem verdachte 1. De tweede verdachte is de man in de zwarte jas die hier de klep van het vrachtwagentje omhoog houdt. Hij draagt een soort regenjas en witte sneakers van Puma. Die schoenen zijn bij de tweede en derde diefstal goed te zien. Verdachte 3 is een wat oudere man. Ook hij draagt een bril, net als verdachte 1. We zien hem bij alle 3 de diefstallen. Elke keer loopt hij in een grijze hoodie met een blauwe jas erover en draagt hij donkere schoenen. De man in de groene jas rent hier achter het vrachtwagentje aan het terrein op. Maar hij weet blijkbaar niet goed hoe hij de laadklep moet bedienen, dus dat doet die andere man dan maar. Het inladen van alle staanders, dat gaat hem beter af. Als hij in die avond terugkeert, draagt hij die blauwe pet met een Frans vlaggetje erop en de tekst Frans. Laat het ons meteen weten als je een vermoeden hebt wie deze man is. En dat geldt natuurlijk ook voor die andere 3. Herken je ze? Weet je waar ze zich ophouden? Laat het ons weten via de tiplijn of via Meld Misdaad Anoniem.